Jonge heksen en tovenaars konden hun toverkunsten bijspijkeren tijdens de wilde buitendag van natuurmonumenten op Fort Sodemieter. De tovertalentjes leerden vliegen op een bezemsteel, toverdrankjes mixen en dat leverde een heus toverdiploma op. Welkom op de wilde buitendag leertover op Fort Pieter in Maastricht. Het is vandaag heel bijzonder, want vandaag leiden wij allemaal kleine kinderen op tot heks of tovenaar. Maar ook een paar grote mensen. Welkom op de wilde buitendag. Kom mee. We zijn hier bij de eerste post. En voordat je het fort in gaat vol heksen en tovenaars, moet je eerst beschermen. En dat doe je met een amulet, een hangertje vol kruiden en blaadjes en veertjes. Kijk maar eens mee wat de kinderen ervan maken. Zoals jullie zien is deze mooie heks Eugelina de kinderen aan het helpen met de amuletten. Zeg Eugelina, wat gaat daar allemaal in een belangrijk goed amuletje? In een amulet horen de vier elementen thuis. Water, vuur, aarde en lucht. Kijk maar achter op de tafel. Daar kunnen de kinderen iets uitzoeken van die vier elementen. Voor hun toverkracht te bezegelen. Nou, dat klinkt wel heel spannend. Dan durven ze tenminste het fort in. Je kunt rechtdoor, maar daar is het donker. En hoor je die geluiden? Je kunt die kant op. En je kunt die kant op. Kies maar. Rechtdoor. Rechtdoor, zeker weten. Flinke kerel, rechtdoor. We zijn inmiddels bij het spinnenwebspel en hier komen weer een paar prachtige heksen en tovenaars in opleiding. Hallo kinderen, weten jullie wat hier gaat gebeuren? Nee, ja, dat kan ook niet, want jullie weten nog niks. Jullie gaan proberen door een bijzonder spinnenweb te kruipen. Net meer geslaagd, officieel. We zijn ook bij de kanonnengalerij van het fort. En hier is de heksenbar. Hokiepoki en hoetsietoetsie of zoiets. Bereiden hier allerlei drankjes. En de kinderen mogen natuurlijk ook proberen te mixen, te proeven. Maar wat zou er gaan gebeuren als ze zo'n drankje maken of proeven? Ik weet het niet. Die is wel lekker, hè? Nee. Kleine meisje. Wow. Een kleine meisje, slaapt ze? Ja. Wauw. Zij heeft een wauw. Come on.
We zijn boven op het fort aangekomen en hier gaan we afsluiten. De wilde buitendagen van natuurmonumenten zitten bijna erop. En hier staan weer een heleboel kinderen die opgeleid zijn tot heks of tovenaar. Hier leren ze vliegen, maar hier leren ze ook schreeuwen als een tovenaar of een heks. Zullen we eens kijken of het gelukt is? Let op, ik tel af. 3, 2 en 1. Tot volgend jaar. De expositie Out There toont de eigentijdse visie van 25 gerenommeerde kunstenaars en jonge talenten op het eeuwenoude thema landschapskunst. Out There is een samenwerking tussen Viewmaster Projects en het Nederlandse Fotomuseum. Mijn naam is Bart van den Boom, curator van Stichting Viewmaster en we zijn nu op de opening van Out There, het vierde kunstproject van Stichting Viewmaster. We maken veel tentoonstellingen met video en aanverwante media in de openbare ruimte. En dit jaar is landschap, dus nieuwe hedendaagse landschappen, gemaakt door videokunstenaars en fotografen is het thema van de tentoonstelling. Anders dan de afgelopen jaren hebben we dit jaar maar één binnenlocatie. De afgelopen jaren waren er meerdere kleinere installaties in verschillende binnenruimtes naast alle straatprojecties. Dit jaar zijn we te gast in de Eifel, waarop we op de derde verdieping de 7 projecties tonen. In deze fabriek hebben duizenden arbeiders gedurende een hele lange tijd toiletpotten en wasbakken en dergelijke gefabriceerd. Tot in 2005, toen de fabriek hier vertrok naar een andere plek in Maastricht en u weet hoe het er naar verder is gegaan. Maar toen kwam dit gebouw leeg te staan. Videoprojecties vanuit etalages in de straat zien, de Bosstraat, Kubbelstraat en Mooze Forum. 6 foto's in leekbakken zijn op straat te zien en hier in de Eifel op de derde verdieping zijn er 7 grote video-installaties te bewonderen. De kunstenaars zijn zowel gerenommeerde kunstenaars, grote namen die solo's hebben in grote musea, maar ook jong talent wat net is afgestudeerd de kunstacademie of een postacademische opleiding. Het bevalt ons heel erg goed hier in de Eifel. Het is een bijzondere mooie plek. Het lijkt ons heel erg mooi om in de toekomst hier samen met andere delen van de stad nog een tentoonstelling te kunnen maken. Het thema weten we nog niet.